mooie ambiance altijd in het sfeervolle Venlo. Het mooie, oude, karakteristieke stadion, De Koel. Er zijn er maar heel weinig op de tribune die VVV ooit van PSV zagen winnen. U heeft het wellicht in de voorbeschouwingen kunnen zien. 1976, de laatste keer dat VVV won van PSV. 30 ontmoetingen daarna leverde geen enkele overwinning meer op voor VVV. We zien Sadilek, dat is de verrassing, toch wel in de basisopstelling van PSV. Het gaat ten koste van de Jorrit Hendricks, die gepasseerd is door Mark van Bommel, die er wat cryptisch over was. Lozano keert bij PSV dus terug van een schorsing. We kijken naar de opstelling van VVV, daar Roel Jansen. Weer helemaal fit, hij in de basis, linkspoot, links achterin. Het middenveld en de voorhoede met Mlapa, dat is de clubtopscorer van VVV. Met 10 doelpunten, geflankeerd door Joosten. Opoku maakte de winnende tegen Excelsior. Terug met nummer 4 dus, Roel Jansen. De wedstrijd die onder leiding staat van Jeroen Manschot. En de VAR van dienst in Zeist is Allard Lindhout. De opstelling van PSV met Zoet in de goal achterin. Geen wijzigingen. Dumfries, Zwaaf, Viergever en Angelino. Op het middenveld dus een basispaas voor de jonge Tsjech Sadilek. 19. Iataren 17. Rosario 22. Een jong middenveld bij de Eindhovenaren. En voorin Lozano dus terug van een schorsing. De Jong, topscorer met 21 goals. En Bergwijn. En voor Bergwijn is het toch ook wel een aparte wedstrijd. Want hij moet oppassen. Hij staat op scherp. En zou bij een gele kaart eventueel op de topduel van over 2 weken... tegen Ajax mis. Geniet ervan vandaag, lekker vlammen. Kom aan, we niks te verliezen. Kom. Oenerstal en Zoet, wellicht volgend jaar collega's. Daarvan uitgaan dat Zoet bij PSV blijft. Oenerstal staat al onder contract van PSV. Een jaar verhuurd aan VVV. Zijn grootste vorm de laatste weken. Opbouw begint bij Reuzeler. VVV zal vaak kiezen voor de lange bal. Natuurlijk veel kopsterke en fysiek sterke spelers op het middenveld en voorin. Mlapa, bijna 2 meter. Hier is Jansen. Sliding van Lozano was op de bal. VVV heeft balbezit met Joosten. Voorzet van Joosten. Schwab verdedigt. Angelino komt weg. Lozano. Weer wordt de bal gespeeld. En kan VVV dus verder. Joosten. Joosten met het eerste schot. Ja, dat is een meter of 2,5 naast. Joosten, Dumfries voor zich. Beweging van Joosten, nee, daar is niet zoveel aan de hand. Zocht het contact. Denzel Dumfries, moeizame verdedigende actie van Reuzeler. Hier is Bergwijn. Bergwijn, ruimte, die zou het kunnen proberen. Nu zeker, Bergwijn. Dat is een vrije schietkans voor de aanvallen van PSV. Vrije trap PSV. Vervangen door Angelino, die kan het natuurlijk ook wel van afstand kiezen voor de combinatie. Angelino doorgelopen, terugleggen, Oenerstaal ligt daar in de weg. Joost, Seuntjes. VVV komt eruit met Van Ooyen onder andere, Mlapa die positie kiest. Peter Van Ooyen, oud PSV'er, naar zijn linkerbeen. Maar ruimschoots naast en over Van Ooyen. Opoku wint weer een kopduel. Van Ooyen sluit aan. Mlapa staat op één lijn en lost een gevaarlijk schot. Lastige bal voor Zoet. Die stuit vlak voor zijn neus, maar hij pakt hem. Lozano, Angelino, het is een grote kans voor PSV met een redding van Oenerstaal. De Duitser dus, die zich kan onderscheiden. Grote kans zit hoor voor Angelino. Op tijd de benen dicht. Hey.
Sadilek. Dumfries, vlag blijft omlaag. Voor de goal is uiteindelijk niemand om die bal binnen te lopen. Bergwijn en Lozano waren in de buurt, maar nog niet ver genoeg. Opoku. Wat log gesteld natuurlijk, Zeutjes, maar het is over het algemeen wel zo dat hij de bal aflevert bij een goede kleur, bij een ploeggenoot. Joosten, de voorzet. Angelino moet even achteruit. Rutte sluit aan. Legt hem goed terug. Dit is een kans, maar niet goed geraakt door Seuntjes. Van Ooyen. Voorzet van Ooyen komt uit bij Joosten. Poku liep misschien wel een beetje in de weg. Joosten! Och, dat scheelt niet zo gek veel. Zo heeft hij het vaak laten zien, Joosten. Korte, vinnige actie naar binnen, naar zijn rechterbeen en dan uithalen. Deze bal daalt net een fractie te laat voor Joosten en VVV. Lozano is er nu vandoor. Die heeft Bergwijn als steun. Grote kans voor Bergwijn. Stiftje, maar weer Hoenestal met dat grote lichaam. Moet je de bal wel heel behoorlijk liften. En daarna raakte Bergwijn trouwens ook die bal nog als laatste. Al was dat hij voortreffelijk te keepen. Al maanden. Lars Unnerstal. Indrukwekkend. De grote mannen weer verzameld in het 16 meter gebied van Zoet. Maar die van PSV staan dan natuurlijk ook. Swaap kopte de bal weg. Joosten. Brengt hem weer in het 16 meter gebied. En van ver een ongevaarlijke kopbal van Koen. Goeie, slimme sliding van Post. Mlapa, hard voorlangs. Joosten onderweg, Opoku onderweg. Van Ooyen is er nog. Van Ooyen en weer een redding van Zoet. Goeie kans VVV, mooie redding van het doelman van PSV. Voorzet sticht gevaar. En dan valt hij uiteindelijk voor de voeten van Van Ooyen. Doniel Malen. Hij gaat Ihattaren vervangen voor de tweede helft. Post. Rutte. Het is niet gevaarlijk, deze uithaal van Rutte. Maar goed, alles wat geprobeerd. Jansen gaat de bal richting het 16 meter gebied spelen, richting Opoku. Waar viergever, daar komt hij wel door. Met Joosten. Schot gekraakt, Joosten. Mlapa, klaarleggen van Ooyen. Ja, die kan ook aardig trappen. Al zou je dat op basis van deze poging dan niet 1, 2, 3 zeggen. De Jong de lucht in. En Hoenestal die zich even moet strekken op die kopbal van de topscorer van PSV. Sprongkracht, timing, maar Hoenestal voor de zekerheid met de redding. Seuntjes na het mistasten daar achterin en Seuntjes kiest dan voor het schot. Spanjaard met een vrije schop op het hoofd van Seuntjes. Voor wie valt hij dan? Hij valt voor de voeten van Daniel Swaap. VVV houdt het nog altijd vol dat de taaie, gedisciplineerde verdediger overal op het veld redelijk consequente rugdekking verzorgt. Scherp in de duels. PSV heeft het er meer dan moeilijk mee. Jansen. En Seuntjes kan dan uithalen en die schiet hem vlak langs de kruising. Fijne trap van Seuntjes. Het gevaarlijkste moment van de tweede helft. Reusler de lucht in. Komt niet door de kopbal. Post wel tot een schot. Een metertje over. Nog een aanvaller erbij. Controleur eraf. Sadilek. Gaat richting de dugout.
Dumfries. Het is route 1 nu richting Luc de Jong. Die krijgt de bal op de hand, maar mag door. Rosario. Lozano. Daar is de actie van Lozano. Het verdekte schot. Oenestal zit die bal naast hobbelen. Zeuntjes achteruit. Verdedigt ook mee met het hoofd. Lozano. Blijft op de been. Nog altijd Lozano. Lozano doet het! Een puntertje. Weer een late goal voor PSV. Lozano onzichtbaar. Maar wat een belangrijke goal kan dit zijn. Zeuntjes. Zeuntjes nog een keer. Post ook mee. Danny Post. Ruimte in. Opoku. Post wil hem terug hebben. Al ligt het nog. De kans. En op de doellijn. Wat een cruciale actie van Denzel Dumfries. Van Ooyen brengt hem dan in bij de tweede paal. En die is verzoet. Maar wat een verdedigende actie is dat van Denzel Dumfries. Die het van een deel van de PSV-aanhang dus te horen kreeg. In zijn matige optreden tegen NAC. Maar wat is hier belangrijk? Dan zit de tijd erop. Is het afgelopen? Wint PSV van VVV is de ontlading gigantisch. Want het was andermaal een zeer moeizame vertoning van de kant van de koploper van de Eredivisie. Maar dankzij Lozano en ook dankzij Dumfries weet PSV dit toch uiteindelijk tegen het oertaaie VVV over de streep te trekken.